Jongens, wij zijn weer aan het bakken. Oh, ik zie er ook echt niet uit, maar dat gaan we zo even fixen. We zijn, of in ieder geval, we hebben al cupcakes gemaakt. Wat ga jij nou doen? Wil je heel even wachten? Want dit gaat er nu op, roze topping. Roze topping. Hallo. Oké. Okay. Gaan we die gebruiken? Nee. Wat nee? Welke dan? Die. De ronde? Oké. Okay. Even goed drukken dat het eruit komt. Is het roze of? Het is roze. Oh. Yeah. Oké, jongens, ze zijn af en dit zijn ze geworden. De topping was heel moeilijk, dus het is heel. Het is gewoon mooi. Heb je heel mooi gedaan, hè? Ja. Yes. Ik heb de mooiste. Je hebt de allermooiste. Dat is echt mooi. Nou, gaan we lekker eten. Hallo, het is. Woe! Wat voor dag is het? Nee, het is dinsdag. Gooi maar. We zijn aan het overgooien met Misa's spookje. Daar slaapt ze mee, maar daar hebben we nu een bal van gemaakt. Oké, kom op. Gooi je. 1, 2. Jongens, ik heb zo'n honger. En we hebben een XXL pizza gehaald. En die geur. Verdi loopt voor mij. Ja, vier smaken. Dat komt omdat jij dat had gezien op de reclame, hè? Vier smaken pizza. Kijk dat contrast. Verdi loopt met handschoenen. Ja, en die pizza is inderdaad heel krank. Verdi is gek, hoor. Zodra het beneden de 18 graden is, moet die man handschoenen aan. En deze heeft de jas uitgedaan. Nee, heeft het te warm. En deze heeft het beste gedaan. Lekker slapen. Heerlijk. Heb je zin in pizza? Ja. Ik ook. Ik heb echt vet honger. En dan gaan we lekker een film kijken, hè? Ja. Een Disney film? Ja. Oké. Okay. Iets wat we allemaal leuk vinden. Ja. Met een hondje. Wat zeg je? Met een hondje. Met een hondje. Nee, dat is morgen. Dat is voor de bios. Oké, guys. Onze pizza is op. En hij was lekker. Ja, we hebben ook Ben & Jerry ice, echt. Dus we gaan geen avondeten doen vanavond, echt waar. In ieder geval, we liggen op de bank en we kijken. Chick Little, Chick Little, Chick Little. Ja. Chick Little, hè? En je hebt lekker ijs. Zo lekker Ben & Jerry. Ik heb altijd Chunky Monkey, want die is echt lekker. En zij heeft de double chocolate cookie of zo. En ik denk dat ik in slaap ga vallen. Hallo Bolly. Hoi. Ga je lachen? Moet je zo mooi lachen? Hallo. Hoi. Ga je wat zeggen? Ja, vertel. Wil je de camera pakken? Ga maar pakken, pakken, pakken. Sorry jongens, maar dit is allemaal kwel hoor. Ze zijn aan het bullen bakken. Bullen bakken. Ah, lekker. Ah, lekker. Zo. Ik wil beginnen met praten, maar ik stikte gewoon helemaal eigenlijk wel. Ik ben een hele slechte vlog geweest vandaag. Ik, volgens mij, ik weet niet, wat heb ik gedaan? Niks eigenlijk. Oh, ik heb wel een dutje gedaan vanmiddag. Maar ik ben nu eigenlijk de hele avond al bezig met werk. En ik wil eigenlijk vroeg gaan slapen. Maar dat lukt nooit, dat lukt nooit. Want Mies is de laatste tijd deed het wakker, want hij heeft last van de tandjes. Ilayla had er nooit last van, maar Mies heeft er wel last van, dus... Ik weet het niet. Goedemorgen jongens, wij zitten in de auto. Ja, we gaan over zand. We gaan Mies even afzetten zo. En dan gaan wij met Ilayletje naar de bioscoop. Moet toch even kijken welke film, hè? Of de Yeti film of Trouble film over hondjes. Moeten we nog even checken. Wat voor hondjes? Maar we moeten even kijken welke film we gaan doen. Hebben we er zin in, Ilayla? Ja. We gaan de Yeti film kijken. En dat is vet leuk. Draag geen hoge knot als je naar de bioscoop gaat, alsjeblieft. Ze deed altijd van die gekke dingen waardoor ze in de problemen kwam. Dus... Wij zijn weer terug van de bios. Een beetje gaar. Je hebt Freddy heeft hoofdpijn. Ik voel me een beetje dat ik denk, oh, ik wil echt slapen. En of... ik heb liggen met Vicky en Stephanie. Yes. Ilayla had dubbele Lego gekregen op de verjaardag, dus dat hebben we net even omgeruild.
En nu gaan we naar mijn vader weer terug, want Miesje is daar. Eventjes eten en dat soort dingetjes. Oh, maar ik wil echt... Vanavond gaan we vroeg slapen. Ja. Gisteren sliepen we om 1:30, hè? Ja. Dus vandaag... Iemand moest nog douwailen. Nou, ik was gewoon bezig met het hele huis opruimen. Ja, echt vroeg naar bed. Ik ga even hier opruimen, dan ga ik naar boven. Ja, het was 9:15. Even snel opruimen, dan ga ik naar boven. Ja, nou, maar ik was aan het opruimen en doen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dan ga ik gelijk alles doen. Gelijk even alles dweilen en zo. Dus ja, maakt niet uit. Het huis is schoon. Dat is altijd fijn. Het scheelt dat ik vandaag dat niks hoef te doen in huis. Want we zijn de hele dag niet thuis geweest. Ik heb er bijna nooit last van, maar ik kwam thuis en ik had zo'n hoofdpijn. Echt zo'n zware hoofdpijn. Waarschijnlijk ook omdat we in de bios zaten. Gewoon zuurstoftekort. Het was echt super warm daar. En we kwamen thuis natuurlijk veel te laat. Voor Ilayla. Dat is zo'n gevoelig meisje. Dus dat was enorm meisjesdrama. Echt, meisjes kunnen echt dramatisch zijn. Mm. Dus ja, toen zat ik op de bank. Dacht ik, oh, ik ga echt vroeg slapen. Maar die hoofdpijn gaat niet weg. En dan kan ik, dan, ik weet niet, ik kan gewoon niet. Ik kan het niet. En toen was mijn hoofdpijn weg. En nu zit ik met een kopje thee op de bank. En ik kijk Ladies Night. En nu voel ik me helemaal lekker. Oh, dat ik denk, oh. En dan wil ik niet slapen. Terwijl ik eigenlijk wel moet slapen. Want ik heb gewoon, oh, sorry hoor jongens. Volgens mij word ik ook nog zwaar verkouden. Hallo Miesje. Hallo Miesje. Ik weet niet wat het nummer is. We gaan even naar mijn schoonzusje. En die woont dichtbij, dus we zijn even lekker aan het lopen. Gezellig. Heerlijk. Ik lig al 1/2 uur op de bank. En ik moet over een kwartier weg, maar ik heb net pistachenootjes gegeten, maar ik wil niet. Het is zo lekker warm. Ik moet zo naar de afspraak. En Fanny en Ilayla zijn aan het Legoen. Legoen? Zeg je dat zo? Ze zijn met Lego aan het spelen, ik weet niet. Ik heb vroeger nog met Lego gespeeld, dus ik weet niet hoe dat moet zeggen. In ieder geval, ik denk dat ik mijn wekker zet en dan 10 minuten mijn ogen gaan dicht doen. Denk ik wel. Oh. Praatje lelijk. Jongens, we hebben officieel een nieuwe hobby. Dat is koffie drinken. Dat is koffie drinken. We zijn net weer een beetje losgegaan bij Nespresso. Wat zeg je? Maar we hebben allemaal... Oh, kijk hoe mooi! Wacht even hoor. Boom, boom. We hebben even zo'n nieuw houdertje gehaald. Hij is echt heel mooi. Hé, hey, die melk moet wel in de koelkast, hè? Even kukjes. Nee, maar die moeten er zo, kijk. Het zijn 4 rijen, hè? Zo, ja, 4 rijen. Maar je kan voor en achter, hè? Ja, dus nice. Nee, Ilayla, we gaan dat niet zomaar doen. Die cafeïnevrije, oh, mijn afwas. Maar we hebben echt allemaal lekkere smaakjes. En we hebben ook een limited edition, hè? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Oh ja, en deze kregen we erbij. Vanille, coconut en caramel van Monin. Kijk dan. Oh, wij drinken echt veel te veel koffie. Wacht even hoor. Kijk dan. Ja, die siroopjes die moeten in de koffie. Karamel, coconut en vanilla. Lekker man. We gaan een kleine shopvlog doen, want ik heb een beetje geshopt. En ja, er moet ook wel wat te zien zijn in de vlog natuurlijk. Ik kan wel even zeggen, ja, ik heb geshopt. Maar ik laat niet zien wat. Dus ik ga jullie even laten zien wat ik heb gehaald. Ja, 4. Ja, net al 4, ja. Dat klopt. We gaan even een statiefje maken, zo. Kijk. Waar ga ik dan zitten? Nou, ik ga dit even laten zien, lief. Ga maar even spelen, Mop. Nee, we hebben ten eerste nieuwe vocht. Hoe heet dat ding?
luchtontvochten. Luchtontvochten, want dit is echt een hele oude woning. Luft en vuchten. Ga je op de tafel zitten? Maar we hebben een heel vochtig huis en heel veel schimmel, dus we hebben zo'n ding gekocht. Als eerst bij Nike hebben we voor Mies echt veel te schattige schoenen gekocht. Die zijn zo schattig. Oh, die zijn er heel mooi. Die wil ik hebben. Die wil ik ook. Ik vind ze ook leuk. Oké, wij gaan ze ook halen. En ik ben bij Zara geweest. Zara. Dan heb ik een zwarte kanten jurk gehaald. Zara. Kijk. Helemaal zwart. Ik moet hem eigenlijk even passen. Ik ga hem passen, wacht. Oh, hij is leuk. Maar kijk dan. Dit is een broekje. Heel leuk. Maar hij is gewoon een zwarte blazer. Dus die heb ik gehaald. Kijk, ik vind het veel leuker als dit goud is. Maar misschien moet ik daar maar een keer... Hey, professor. Professor Lala. Ik ben professor Lala. Wacht, Bob heeft zijn mond vol. Zo spuug je al dat water uit. Ja! Oké, laatste keer. 1, 2, 3. Wow, jij lacht met snel. Ik lach nog sneller, maar oké. Wat zeg jij? Oké. Hi, Boelie. Nu wij? Maar wel met Pepsi Cola, oké? Pardon. Oké. Pepsi. Pepsi Cola. Mora. Mora Sisa. Wie de lacht, krijgt een contract. Wie de beweegt, krijgt een 2. 3, 2, 1. Jij lacht! Ja, maar jij gaat er zo zitten. 3, 2. Oké, nog een keer. 3, 2, 1. Jij lacht! Oké, wacht even. 3, 2, 1. Jij lacht! Je moet je van ja! Oké, nog één keer. 3, 2, 1. Ja, maar, ja, je ging wel, je ging al helemaal. Ja. Je begon zo. Goedemorgen jongens. Het is zaterdag. Klas met mij. Sprinten. Ja, we gaan zo weer sporten. Maar eerst even ontbijt. Ik ga een tosti maken met een ei erop. Heerlijk. Alleen, ik kan niet zo goed kaas snijden. En ik zag, dit is het laatste stukje kaas. Dus toen dacht ik ga gewoon die randjes eraf halen. En dat gebruiken. Dat is toch niet heel raar? Of is dat heel raar als ik dat doe? Zo'n dik is het niet. En ik hou van kaas. Dus dat gaan we gewoon doen. En even lekker koffie drinken. En dan gaan we sporten. Oeh, het is wel heel hard. Kijk, en zo ziet hij eruit. Kijk, de kaas komt hier uit. Oh, lekker. Salami en een eitje met lekker veel peper. En een lekkere koffie, een lekkere lungo. Oeh, die is zo lekker. Kijk hoe schattig het is. Zo lief zijn ze. Hallo, boeboe.